Goedemiddag. De storm rondom euthanasie leek eigenlijk wel een beetje uitgewaaid. Dat mensen met ondraaglijk en uitzichtloos lichamelijk lijden recht hebben op hulp bij zelfdoding, daar waren we het eigenlijk met z'n allen geloof ik wel zo'n beetje over eens. Maar opeens is euthanasie weer volop in de discussie. En gaat het om gevallen die misschien wel gecompliceerder zijn? Hebben mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen bijvoorbeeld hulp? Hebben mensen met psychiatrische aandoeningen bijvoorbeeld recht op hulp bij zelfdoding? Hoe zit het bij mensen met dementie? Of bij kinderen? Daarover gaan we vandaag spreken. Annemarieke van der Woude is theoloog en als geestelijk verzorger verbonden aan een verpleeghuis. Zij heeft regelmatig gepubliceerd over euthanasie, onder andere in haar boek Het doodshemd heeft geen zakken, in Trouw en op de website Theoblogie. Ze houdt een inleiding van ongeveer 10 minuten en daarna wordt ze geïnterviewd door Grietje Dreesen, religiewetenschapper en verbonden aan het Instituut voor Genderstudies van onze universiteit. Tijdens dat interview dat zij inderdaad zal beginnen, is er ook ruimte voor vragen van u. Dus dat zal zij even met u regelen, dat u uw hand op kunt steken en dan komt er een microfoon. En dan kunt u uw vraag aan Annemarieke stellen. Maar we beginnen natuurlijk zoals van ouds met een prikkelende column door Leon Wekke, polemoloog bij het SICOM. En zo heeft hij mij verzekerd, een warm voorstander van euthanasie. Mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij het Zoeterbeek-programma. En ik wens u een heel boeiend actualiteitencollege. Dank u wel. Dames en heren, over de dood wordt nog steeds door hele volksstammen met ontzag gesproken. Het kennelijk onontkoombaar einde van het leven blijft een bron van eerbiedige schroom. Ik ervoer dat nog zeer recentelijk. Ik was met spoed in het ziekenhuis beland met een zeer hoge koorts en een niet eerder waargenomen zeer lage bloeddruk. Het was avond. Rond mijn bed had zich een aantal witgejaste zorgverleners opgesteld, alsmede mijn echtgenote. Ik hoorde nog in halfwakende toestand het gesprek van de kennelijk leidinggevende geneeskundige met mijn geliefde. Zij herhaalde nog eens, dus in geen geval reanimatie. Mijn vrouw hoorde ik mompelen, dat hadden we toch al afgesproken. Ik vroeg mij af of mijn mening er nog toe deed. En juist toen ik dat punt alsnog op de agenda wilde zetten, vroeg een andere vriendelijke witjas mij of ik kinderen had. Een welkome afwisseling, dacht ik nog, deze betrokkenheid bij mijn gezinsleven. Mijn antwoord was ja, van elke soort eentje. Dan moet u ze meteen laten komen, was het niet verwachte antwoord. Het is de vraag of u het nog haalt. Er volgde een doodse stilte. Was het zo erg met mij gesteld? Het bed voor uw vrouw is gereed en de kinderen kunnen ook blijven. Ik protesteerde, niet nodig. Mij kan echt niets overkomen. Ooit heb ik een hartstilstand gehad en ik kan het iedereen aanbevelen. Je bent van alles af, geen narigheid, geen pijn, van alle ellende verlost. Beetje vervelend voor de poezen en mijn geliefden die overblijven. Het bleek een ongepaste opmerking te zijn van een gedoodverfde hoofdpersoon in een wellicht doodnormale ziekenhuisscène. Met de dood valt niet te spotten. Ik had het moeten weten. Doodgaan en doodmaken zijn bezigheden waar je, als het even kan, liever het zwijgen toe doet. Behalve uiteraard in de uitvaartbranche of als het over onze dierlijke medewezens in het slachthuis gaat, of het de heldhaftige soldaat betreft die zijn leven voor het vaderland offert, dan wel de zelfmoordterrorist die er in het hiernamaals 72 maagden mee verdient. Welk laatste eerder een straf dan een beloning is, tenzij je die 72 tegen de eeuwigheid afmeet, dan zijn het peanuts. We leven in een wereld waarin voor de een meer en voor de ander minder de mensenrechten gelden of beter geldend geacht worden. We zijn in veel landen althans vrij dat te denken
en zelfs te zeggen. Vrij om te doen wat in ons belang is, wat bijdraagt tot de verwezenlijking van ons mens zijn. Helaas zijn wij niet vrij in de keuze van locatie en tijdstip van ons aardse bestaan. En ook daarbinnen zijn de situaties en omstandigheden niet naar keuze. De levensvoorwaarden voor de bonusgraaiende bestuurder van een zorginstelling zijn heel wat gunstiger dan die van de uitgeprocedeerde asielzoeker in Ter Apel. Religies en andere ideologieën brainwashen het individu welhaast voordat het geboren is. Het leven is heilig. Euthanasie, alleen het woord al, is vloeken in de tempel, in de kerk, in de moskee. Recht op een menswaardig leven is weliswaar wereldwijd verankerd in diverse goedbedoelde verklaringen in zaken mensenrechten, maar zeer concreet het recht op een menswaardig sterven, recht op euthanasie als zodanig, is amper te vinden. Het is in slechts enkele landen, zoals in Nederland, dat dankzij de onverzettelijkheid van sommige wetenschappers en politici euthanasie in een althans aanvaardbare wet en regel is omgezet. Het onvervreembaar mensenrecht op een verantwoorde milde dood ontbreekt veelal in 's werelds wetgeving. En natuurlijk zijn sommige criteria wat moeilijk, zoals uitzichtloos lijden, zouden niet, gezien de effecten van economische en politieke systemen, miljoenen, zo niet miljarden in aanmerking komen voor euthanasie. De slachtoffers van armoede, honger, ziekten, milieuvervuiling in de wereld bevinden zich toch veelal evenzeer in een toestand van uitzichtloos lijden. Euthanasie zal vooralsnog bij de redelijk denkende, maar gehersenspoelde mens op veel verzet stuiten. En niet alleen vanwege de associatie met nazi-praktijken in ons nabije, duistere verleden. Euthanasie zou een onnatuurlijk einde aan het leven maken, maar als iets onnatuurlijk is voor de mens als animal rationalis, is het de natuur zijn gang te laten gaan. Juist via het verstand kan pas een natuurlijke weg geplaveid worden en die leidt niet naar creperen of zelfs naar de levensmoede mens, maar naar het eigen besluit vanwege de ervaren diskwaliteit van het leven ermee te stoppen. Er is nog een lange weg te gaan. En misschien is het een beetje beschamend te moeten vaststellen dat onze zuiderburen, de Belgen dus, ons, waar het euthanasie betreft, links hebben ingehaald met hun wet betreffende uitbreiding van euthanasie naar wilsbekwame minderjarigen. Dat heeft hen echter wel woede en onbegrip van grote delen van de wereldbevolking opgeleverd. Laat ik mij beperken tot enkele Amerikaanse reacties, zoals die op internet te vinden zijn, onder de kop: Belgen zijn kindermoordenaars. Vermeld wordt dat vele nieuwsmedia in dat oerconservatieve christelijke Amerika verwijzen naar euthanasie voor kinderen als het vermoorden van kinderen. Een artikel op de website van Newsweek kopte zelfs met de child killers of de kindermoordenaars en concludeert dat België een kille nieuwe wereld ingaat. Amerikaanse media als CBN en Fox verwijzen naar de euthanasie-kwestie in België als een cultuur van de dood die in opmars is. Een beschrijving die oorspronkelijk komt van paus Johannes Paulus II. Ieder mens zou het recht moeten hebben op een menswaardig einde. Euthanasie zou in deze wereld dood gewoon moeten zijn. Hoe droevig is het te constateren dat een onze bestuurders, die zich het meest voor de milde dood in Nederland heeft ingezet, juist zelf op gewelddadige wijze haar einde moest vinden. Als ik er zo aan toe ben, gooi mij dan maar van de trap. De moeder had het vaak tegen haar zoon gezegd en zij wist waarover zij sprak. Ze had het van dichtbij meegemaakt, want haar vader begon te dementeren toen hij 60 was. Nu is moeder zelf diep dement. Ze weegt nog hooguit 40 kilo. Haar lichaam verdwijnt in de grote kuiprolstoel waarin zij haar dagen doorbrengt.
Het is alleen nog maar haar geur die haar zoon herinnert aan zijn moeder van vroeger. Verder herkent hij in dat vogeltje in die rolstoel niets meer van de gezonde en sterke vrouw die zij ooit was. Maar ook al bevindt moeder zich nu in een situatie die ze zelf nooit had gewild, haar zoon duwt haar niet naar beneden. Hij helpt zijn moeder niet aan haar einde. Blijft hij in gebreken? Die vraag klinkt als een mantra in zijn hoofd. Er is het verhaal van een andere zoon. Zijn moeder had ook altijd gezegd dat ze niet dement wilde worden. Verschil met moeder 1 is dat moeder 2 het had gedocumenteerd. Een euthanasieverklaring had ze geschreven met nauwkeurig de omstandigheden waarin ze niet meer verder zou willen leven. En toen het eenmaal zover was, toen is de zoon op zoek gegaan naar een arts die zijn moeder wilde helpen sterven. Tot zijn grote teleurstelling vond hij niemand bereid. De huisarts niet, ook niet een arts van de levenseindekliniek. De reden voor de terughoudendheid is dat moeder op de vraag van de dokter of zij euthanasie wenste, antwoordde: niet nu. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Heeft een wilsverklaring dan geen enkele status? De wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, wij zeggen de euthanasiewet, die door toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Els Borst, in 2002 door de Kamer is geloodst. En de naam van Els Borst noem ik hier met respect. Die euthanasiewet die biedt de mogelijkheid dat een schriftelijke verklaring in bepaalde omstandigheden het mondelinge verzoek vervangt. Een wilsverklaring kan dus geldigheid bezitten. Dat is blijkbaar niet het punt. Maar wat is dan wel het punt? Er bestaan twee soorten wilsverklaring. Een negatieve en een positieve. Die negatieve die formuleert wat je niet wilt. Geen verdere behandelingen, niet reanimeren, geen zondevoeding, om een paar voorbeelden te noemen. Het recht van een patiënt om een behandeling te weigeren is vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingovereenkomst. Een patiënt heeft het recht om een behandeling te weigeren. De positieve wilsverklaring die legt je wensen vast in situaties van ernstig lijden. Bijvoorbeeld, ik gaf het voorbeeld van de dementerende moeder, bijvoorbeeld het verzoek tot euthanasie in geval van dementie. Nu komt er een belangrijk punt. De juridische basis van de negatieve verklaring, wat je allemaal niet wilt, die juridische basis is anders dan die van de positieve verklaring. Nee zeggen tegen een behandeling is een recht van de patiënt. Euthanasie is geen recht van de patiënt. Die euthanasiewet, dat is een artsenwet. De zorgvuldigheidseisen die in de wet staan opgesteld, die bieden strafuitsluitingsgrond voor een dokter die zich aan de regels houdt. Wanneer je een verzoek doet tot opzettelijke levensbeëindiging, is het, zo is het bij wet geregeld, het uiteindelijke oordeel aan de arts. Want hij of zij moet kunnen bepalen of hij in alle redelijkheid kan voldoen aan de criteria die hem vrij waren van strafvervolging. De euthanasiewet staat in het wetboek van strafrecht. Maar dat euthanasie een recht zou zijn van de patiënt, dat is een wijdverbreid misverstand.
En de verontwaardiging die een weigerarts vanuit dat perspectief, euthanasie is een recht van de patiënt, de verontwaardiging die een weigerarts ten deel valt, die kun je je vanuit dat perspectief ook voorstellen. Het was het geval, ik vertelde u daarover, bij die tweede zoon en zijn moeder. De zoon was buitengewoon teleurgesteld in de weigerachtige houding van de artsen. Ik denk dus met u na over de wilsverklaring en de status daarvan. Maar dat is niet alleen een juridische kwestie. Er zitten ook kanten aan die de psychologie, de ethiek en de filosofie raken. Want een wilsverklaring, dat is een vorm van in de toekomst kijken. Ieder mens realiseert zich hoe weinig wij daarover met zekerheid weten. Wat je nu als ondraaglijk voorkomt, je weet het niet. Misschien valt het mee in de praktijk van het leven. Het is een ervaringsgegeven dat velen herkennen. Daarom is het zo lastig om te beoordelen of iemands vroeger geuite wens nog steeds geldt wanneer iemand zelf niet meer bij machte is om dat onder woorden te brengen. Bij de bijzondere vorm van wilsonbekwaamheid die gepaard gaat met vergevorderde dementie, speelt nog iets anders mee. Voor dementerende mensen is het altijd vandaag, om woorden van Vazalis te gebruiken. Voor dementerende mensen is het altijd vandaag. De ziekte dementie heeft tot gevolg dat zij niet meer in staat zijn om de kernwaarden in hun leven te heroverwegen of misschien zelfs bij te stellen. Het hier en nu is het enige wat voor een dementerende telt. En zeker als de persoon in kwestie niet de indruk wekt op dit moment te lijden aan het leven, zoals gold voor die moeder met verklaring die zei nee, niet nu, euthanasie, dan is het razend ingewikkeld om iemand te houden aan haar eerder geuite wens. Want je loopt dan het risico dat een wilsverklaring verwort tot een doodvonnis. Uiteindelijk is de filosofische vraag in het geding hoe je persoon zijn definieert. Valt een mens samen met zijn denkvermogen, dan ben je geneigd om het oordeel van de gezonde vrouw in de kracht van haar leven meer serieus te nemen dan het oordeel van de dementerende vrouw, die nog maar zo weinig toont van wie zij ooit was. Maar er is ook iets voor te zeggen om persoon zijn te omschrijven in termen van relaties. Arnon Grünberg verwoordde dat prachtig in een van zijn columns. Hij zegt, het is niet evident dat ons leven van onszelf is. Ik ben een vurige individualist, maar mijn leven, zegt Grünberg, mijn leven is ook van mijn moeder. Misschien nog van anderen in mijn omgeving. Een persoon is in deze redenering een weefsel samengesteld uit draadjes die hem of haar met anderen verbinden. De dementerende moeder is wel een andere moeder, maar ze is nog steeds moeder. Ik tel mijn bevindingen bij elkaar op en ik trek een conclusie. Omdat een recht op euthanasie niet bestaat, omdat de mens geen weet heeft van wat de toekomst brengt, omdat de leefwereld van een dementerende wordt bepaald door dit moment, omdat een mensbeeld waarin een persoon wordt gezien in een web van relaties, omdat dat mensbeeld goede papieren heeft, om deze redenen ben ik geneigd om de status van een wilsverklaring te relativeren. Het is geen routeplanner, het is een
leidraad een document dat interpretatie behoeft. Beide zonen over wie ik u vertelde, beide zonen hadden het gevoel dat zij hun moeder, een moeder zonder wilsverklaring en een moeder met wilsverklaring, dat zij hun moeder in de steek lieten door haar niet te helpen sterven toen zij ging dementeren. Wat valt er te zeggen tegen die jongens? Zij wijken af van wat in het licht van de biografie van hun moeder wellicht passend was geweest. Maar ze sluiten aan bij wie hun moeder nu is, in al haar kwetsbaarheid. En wie zou zich niet zulke zonen wensen? Dank u wel voor uw aandacht. Goedemiddag. Annemarieke, bedankt voor je mooie verhaal. Je gaat in op twee casussen die je ook bekend zullen zijn vanuit je eigen praktijk in het verpleeghuis. Althans, deze soort van casussen. Je doet dat vanmiddag onder het kopje euthanasie en autonomie in een actualiteitencollege. En ik zou je in ieder geval naast jouw verhaal met het pleidooi voor relativering van de wilsverklaring van dementerende ook nog een andere casus voor willen leggen. De casussen die we eigenlijk bij binnenkomst op het scherm al gepresenteerd zagen, namelijk casussen uit de psychiatrie. Dat is me ook uitdrukkelijk gevraagd overigens om dat te doen. Dat doe ik niet om jouw casus te relativeren. Dat doe ik omdat, onder andere omdat die op dit moment sterk in de actualiteit aanwezig zijn. Jij zegt zelf in de casussen die je beschrijft, deze vrouw, ze heeft haar wilsverklaring opgesteld, waarin ze aangaf, als ik dement word en deze dingen niet meer kan, dan wil ik geholpen worden met sterven, dan wil ik euthanasie, zou ik euthanasie willen. Maar als de situatie zich voordoet, zegt ze, niet nu. En op basis daarvan willen de artsen haar niet helpen. Terecht, denk ik ook. En jij pleit ervoor om inderdaad dat niet nu van deze vrouw voor het moment serieus te nemen. En dus voor een relativering van de eerdere wilsverklaring. In het geval van de psychiatrie gaat het om mensen die misschien hun leven lang, of in ieder geval een deel van hun leven, graag geleefd hebben. Maar die op dat moment zeggen, ja, nu. Nu is voor mij de grens bereikt. De grens van goed leven, van menswaardig leven. Ik lijd ondraaglijk, ik lijd uitzichtloos. Help mij. En we zullen aanstaande maandag een documentaire zien van een vrouw die daar haar eigen conclusies uit trok. En van een flatsprong nadat artsen haar niet wilden helpen met euthanasie. Zou jij vanuit jouw ervaring, want ongetwijfeld zul je ook met psychiatrische problematiek te maken hebben, zou je iets kunnen zeggen, iets kunnen toelichten over het verschil of de overeenkomst tussen de gevallen waar jij in het verpleeghuis mee te maken hebt in de psychogeriatrische problematiek en de casussen zoals ze zich de laatste week in de actualiteit aandienen vanuit de psychiatrie? Een groot verschil tussen de casuïstiek die ik in mijn verhaal heb beschreven en de beide casussen, interviews die u wellicht heeft gezien bij Nieuwsuur afgelopen zondag. Het grote verschil is dat beide vrouwen die psychiatrisch ziek waren,
aanhoudend hadden gezegd, ik wil sterven, ik draag het leven niet langer. En bij dementerende mensen is precies het probleem dat hun dementie met zich meebrengt, dat zij niet meer wilsbekwaam zijn en hun eerdere wens niet meer kunnen uiten. Dus, dan is een weging van het oordeel heel verschillend. Dat is het eerste. Als iemand zegt, ik wil nu sterven, iemand die jarenlang ernstig aan depressies leidt, dan heb je dat oordeel, dat weegt anders dan een dementerende vrouw die het ooit wel heeft gezegd, maar nu zegt niet nu. Dat is het eerste. Buitengewoon ingewikkeld aan euthanasie bij psychiatrische problematiek is dat het meestal zo is, en dat gold ook voor die beide portretten in Nieuwsuur, dat het alternatief voor euthanasie zelfdoding is. Dus de ernst daarvan, je weet eigenlijk, en de dames zeggen dat ook, en dat zeggen natuurlijk veel meer mensen, dat als zij niet worden geholpen door een arts, één dame heeft dat gedaan, zoek dan een flat op, of ik bedoel, dan zoeken mensen zelf hun weg om hun leven te kunnen beëindigen. Dus het gewicht van het oordeel van de arts, de dementerende moeder in het verpleeghuis die in het hier en nu leeft en geniet van haar advocaatje met slagroom, dat is natuurlijk een arts met een nee laat haar anders achter dan in de wetenschap dat als hij niet helpt, iemand zichzelf van het leven zal beroven. Akkoord. Een ander punt. Overigens, de psychiaters onderling, de beroepsgroep, is het er niet over eens hoe om te gaan met een euthanasieverzoek van mensen die psychisch lijden. Dus binnen de beroepsgroep zelf wordt daar hevig over gedebatteerd. Een van de dingen die daar gezegd wordt is, juist het psychiatrisch ziektebeeld beïnvloedt de oordeelsvorming. Dus mensen die psychisch lijden zijn niet goed in staat om hun eigen situatie te overzien. En ook het leven dat hen op dit moment als gitzwart voorkomt, of dat niet ook weer veranderen kan. Dus dat maakt het moeilijk om een euthanasieverzoek van iemand die psychisch lijdt te kunnen beoordelen. Ik moet de naam van Boudewijn Chabot in dit verband noemen. Het Chabot-arrest uit 1994 draagt zijn naam. Hij is inmiddels in rusten, maar hij is psychiater, oudere psychiater. Hij heeft in de jaren 90, eind jaren 80, een vrouw helpen sterven die middelbare leeftijd, die ondraaglijk leed. En in de loop van de jaren dat hij een relatie met haar had als psychiater, is hij overtuigd geraakt van de consistentie van haar verzoek om te sterven. De Hoge Raad heeft Chabot veroordeeld voor zijn hulp bij zelfdoding, want dat mag niet, maar geen straf opgelegd omdat de Hoge Raad van oordeel was dat hij zorgvuldig heeft gehandeld. Chabot is een van de belangrijke deelnemers aan het debat op dit moment, euthanasie bij psychiatrische patiënten. En tot mijn grote verrassing is hij nu buitengewoon kritisch. Zijn punt is, de euthanasiewet uit 2002 heeft op het oog gehad lichamelijk zieke mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En nu wordt langzaam die euthanasiewet opgerekt naar mensen die psychisch lijden. Hij is vooral buitengewoon kritisch en dat zie je op dit moment gebeuren als die psychiatrische patiënten zich melden bij de levenseindekliniek. Dus hun verzoek doen bij een arts die hun geschiedenis niet kent. Natuurlijk is er dan een intensief contact en wordt dat oordeel gewogen. Het punt van Chabot is, hij zegt er is geen behandelrelatie tussen de arts van de levenseindekliniek en iemand die psychisch ziek is. En dat maakt dat je zo'n wens niet goed kunt beoordelen. Ik heb dus eigenlijk, ik ben heel lang aan het woord geweest, maar eigenlijk geen antwoord gegeven op je vraag. Maar alleen maar een aantal zaken aangedragen waarmee ik wil laten zien hoe ontzettend ingewikkeld euthanasie bij psychisch lijdende mensen is. Ja, is duidelijk. Bedankt voor je nadere toelichting.
Met het oog op de tijd wil ik eigenlijk eerst even kijken of er vragen in de zaal zijn. Dus ik kan nog nadere vragen stellen, maar omdat we nog maar een klein kwartiertje hebben en u bent in best grote getalen gekomen. Dus, en ik zie daar iemand, dus ik kijk even of ik nader terugkom. Maar ik wil eerst gelegenheid tot vragen uit de zaal geven. Daarachter is iemand, ja. Nou, wat mij opviel bij de euthanasie-documentaires die we de afgelopen tijd gezien hebben, is de enorm grote rol die de nabestaanden lijken te spelen. Dus dat zij aangeven dat het lijden ondraaglijk was en ook zelf een aantal keer zeiden het is genoeg geweest. In hoeverre zou nou de kwetsbaarheid van dementerende, maar ook van psychiatrische patiënten een rol spelen bij het beoordelen hoe ernstig zo'n euthanasieverzoek is en in hoeverre kan het ook het lijden van de nabestaanden zijn wat op een gegeven moment genoeg is geweest? En bedoelt u met deze vraag en de nabestaanden die zich doen horen nadien? Ja, maar ook die aangeven bij dementerende of vooral bij psychiatrische patiënten? Nou, bij beide viel het me op dat het de nabestaanden waren die zeiden het was genoeg geweest. En dan denk ik, voor wie was het nou precies genoeg geweest? En hoe kwetsbaar zijn mensen die een euthanasieverzoek doen in dat soort omstandigheden voor, nou laten we maar, en dat speelt misschien ook wel bij ernstig zieke kinderen, voor dat het feit dat de mensen om hen heen het lijden niet meer kunnen aanzien of er niet meer mee om kunnen gaan. Wil je daarop reageren? Wiens probleem is het eigenlijk? Dat is. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Het is geen directe antwoord op de vraag die u stelt, maar in mijn geheugen staat wel gegrift de uitspraak van een arts die mij ooit vertelde. U heeft geen idee welke druk familieleden leggen op mij als arts om iets te doen aan het lijden van hun dierbare vader of moeder. En als wij altijd zouden bezwijken voor die druk, dan zouden wij heel veel mensen van het leven benemen. Dus daar zit zeker een probleem. En ik ken dat zelf ook uit de praktijk van mijn werk in het verpleeghuis. Met alle begrippen, zeker als het om dementie gaat, dat kan een proces van maanden zijn, maar dat kan evengoed een proces van jaren zijn, waarin, ik beschreef dat in een casus, iemand nauwelijks meer lijkt op wie die ooit was. En ik begrijp dat familieleden dan, dit is een soort marathon die je loopt en ze zijn een keer gewoon achter adem. Maar om dan ik weet eigenlijk niet precies hoe je de opvattingen van familieleden in deze problematiek moet wegen. Er heeft niet lang geleden in Trouw ook een casus beschreven gestaan. Ik noemde dat even van die tweede zoon die dus euthanasie zocht voor zijn inmiddels dementerende moeder die een wilsverklaring had opgesteld. Bij het lezen van dat verhaal heb ik inderdaad gedacht, met wiens probleem hebben wij hier te maken? Ook moeder zegt op de vraag, wilt u sterven? Moeder zegt niet nu. En de zoon is ten einde raad. Dus eigenlijk zijn we bezig om het probleem van wat een heel groot, ook een heel groot pastoraal probleem is. We zijn bezig door zijn moeder te assisteren bij het sterven, zijn probleem op te lossen en niet het probleem van hem. Dus dat is een belangrijk aspect in de discussie. Hoe weeg je het oordeel van familieleden? Ik hoor je ook zeggen dat je daar eigenlijk geen algemene uitspraken over kunt doen, maar dat het van geval tot geval kan verschillen. Onder andere in de twee gevallen die jij ons voorlegde. Ik had zelf wel de vraag bij jouw mooie omschrijving van de persoon als iemand in relaties. Hè, dat het persoon zijn mede wordt gedragen door het in relatie zijn. Met die verwijzing naar Grünberg. Hier wordt de vraag gesteld, wiens probleem is het? De relaties kunnen, de mensen om de lijdende heen kunnen inderdaad hun grenzen bereiken.
Hoe... Is bijvoorbeeld dat in relatie zijn, in relatie gedragen worden... Voor het lijden, in jouw ervaring als pastor... Een essentieel vangnet? Of laat ik het anders vragen. Met jouw pleidooi, tot wie richt jij je met jouw pleidooi? Richt jij je vooral op ons allen, op de wereld van mensen in relatie die om lijdende heen staan? Of op wie richt jij je vooral? Bedoel je dat te vragen... Alsof ik zou willen zeggen, als wij nu met z'n allen iets meer zouden doen voor onze lijdende naasten of voor onze oude vader of moeder, dan... Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Dat is ook op, dan maak je eigenlijk het lijden dat deze mensen ervaren, maak je tot een banaliteit. Als je zegt, nou, als wij dan nu maar vaak genoeg bij moeders op bezoek gaan, dan zal het allemaal best meevallen. Ook niet op een wetgever, heb ik de indruk. Hè? Dus, ik heb de indruk uit je verhaal, maar corrigeer me of val bij als jullie het anders ervaren. Maar ik heb de indruk dat je met de wetgeving zoals die op dit moment is, uit de voeten kunt. Klopt dat? Ja, klopt wel. Ja. Dat is wel zo. Dat is wel zo. Ja. Misschien met de correctie van Chabot dat... Hè, de behandelrelatie wel een essentiële factor is in het beoordelen van euthanasieverzoeken. Dus dat het met name in het geval van psychiatrie niet te veel uit de behandelrelatie moet worden getild. Deel je dat kritiekpunt van Chabot? Ik deel zijn kritiek daarin wel. En wat je eigenlijk op het moment ziet gebeuren is dat die wet uit 2002... Die is natuurlijk niet volledig dichtgetimmerd. Dus er zijn een aantal eigenlijk niet omschreven punten in die wet. En je ziet nu dat de mensen die een warm, onder wie Leon Wekker, die een warm voorstander zijn van euthanasie, dat geprobeerd wordt om die ruimte wat op te rekken. En de psychiatrische problematiek is daar een voorbeeld van. Euthanasie bij diep dementerende mensen is daar een voorbeeld van. Maar ik denk dat op zichzelf ook het bestaan van de levenseindekliniek is ook een voorbeeld van... Er gebeurt daar niks ongeoorloofs, maar je voelt eigenlijk wel aan dat die euthanasiewet dan gebruikt wordt als een elastiekje wat steeds verder wordt opgerekt. En een ander wat daar ook bij, maar dat is allemaal wat vandaag de dag speelt. De wet schrijft voor dat een arts die euthanasie overweegt een onafhankelijk beoordelaar consulteert, een scanarts. Wat je tegenwoordig ziet gebeuren, is dat mensen als ze een scanarts treffen die het niet met hen eens is, gaan ze naar een volgende scanarts. En als ook de tweede het niet met hen eens is. Dus je ziet dat er eigenlijk geshopt wordt totdat ze een onafhankelijk beoordelaar, die dan natuurlijk niet meer onafhankelijk is, want ze hebben net zo lang gezocht tot ze iemand vonden met dezelfde opvatting. Dus dat zijn een aantal voorbeelden waarin je ziet dat, hoewel ik de wet uit 2002 wel onderschrijven kan, dat je ziet dat daar langzaam meer ruimte wordt gecreëerd. Ik wil eigenlijk over die psychiatrische problematiek nog één ding inbrengen, wat ik ook weer ontleen aan columnist. Dus blijkbaar zijn de columnisten de opinieleiders van dit moment. Een column van Maxime Februari. Hij schrijft naar aanleiding van iemand die gestorven is in de levenseindekliniek, die zozeer opzag tegen zijn pensioen dat hij niet verder wilde leven. En Maxime Februari stelt zichzelf de vraag, wat doet het met ons als samenleving als wij, in zijn woorden, steeds slordiger omgaan met de dood? En ik kan die opvatting, hij spreekt ook over een frivolisering, en ik kan die opvatting wel volgen. Dus de vraag is niet alleen op het individuele niveau, hoe ernstig is iemands lijden, maar de vraag is ook, wat is er gaande in onze samenleving? Als we, dit is natuurlijk wel, daar zijn trouwens velen het over eens dat dit tamelijk extreem voorbeeld is. Die man die wil de tijd na zijn pensioen niet meemaken en heeft iemand bereid gevonden om hem te helpen sterven. Daar zijn niet veel mensen enthousiast over. Maar toch is de vraag wel aan de orde, welk signaal geven wij als samenleving af als deze mogelijkheid,
als deze mogelijkheden vergroot worden. Dus dan wil ik het eigenlijk wat van de individuele persoon afhalen en zeggen, ja, is dat, vinden we dat geschikt? Is dat niet iets waar we met elkaar over na moeten denken? Het argument is altijd, ja, maar de meeste casussen worden als zorgvuldig beoordeeld door de toetsingscommissies. Maar de toetsingscommissies die beoordelen op de procedure en niet op de inhoud. Dus daar, nou ja, er zijn ook meer mensen die nu zeggen, wij moeten een inhoudelijk debat gaan voeren. Ja. En niet alleen maar ons afvragen of die 6 criteria uit de wet of daaraan is voldaan. Ja, dat is een duidelijke stellingname. Dat inhoudelijke debat, daar wil je aan bijdragen. Ja. En dat heb je zeker ook gedaan. Ik wil nog even kijken of er nog een brandende vraag in de zaal is. Nee? Dan... Sorry. Je zit voor mij ook een beetje achter de bieren, dus nee, ik had u weer niet gezien. Ja. Nee, het mensbeeld wat een netwerk is, vind ik mooi. Ik vind alleen ook in het gesprek hier dat dan heel erg gekeken wordt naar de zieke, zal ik maar zeggen. Ik heb het meegemaakt met dementie nou. Maar de omgeving, als die zegt het is ondraaglijk, zou je dat ook moeten wegen. Want anders ga je toch weer stiekem van een isolationistisch mensbeeld uit. U moet even met uw buurman in gesprek, die zit namelijk heel hard nee te schudden. U zegt heel mooi en ook veel mooier kort dan wat ik ook in mijn vraag probeerde te vangen. Ja, ook de omgeving leidt mee en hoe weeg je dat? Ja, dus het raakt ook aan de vraag die zo even ook is gesteld. Dus hoe weeg je het lijden van de mensen in de directe omgeving van iemand die dementerend is of psychisch heel ernstig lijdt? Ja, maar dat lijden moet je ook niet isoleren, want dat lijden is echt meelijden. Waarom is dat niet? Ja. Ja. Je kan gewoon niet meer aanzien dat iemand waarvan jij houdt zo moet lijden. Dat vind ik, dat ga je uit van het lijden van die ander. Ja, de documentaire die aanstaande maandag wordt vertoond, Moeders springen niet van flats. Daarin wordt op een bepaalde manier heel mooi verbeeld door de dochter. Op welke manier zij meelijden met de zware depressie, jarenlange depressie van hun moeder. Dusdanig dat ze inderdaad haar hebben laten gaan, zullen we maar even zeggen. En zij hadden heel graag gezien dat het euthanasieverzoek van hun moeder was ingewilligd. Dus ze zijn eerst met haar moeder op zoek geweest naar iemand die haar uit haar lijden, in dit geval psychische lijden, wilde verlossen. Dat is afgewezen. En ik denk dat het vooralsnog goed is dat er heel kritisch met verzoeken vanuit de psychiatrie wordt omgegaan. Maar zij waren inderdaad de omgeving, de meeleidende omgeving die moeder toch hebben laten gaan. Ja, dus in die documentaire zal dat heel mooi, of komt dat heel mooi, ik heb er stukjes uit gezien, naar voren. Ja, het is heel... Nee, we lossen het niet op, nee. Ja. Wat zegt u? Ik kwam net wat tekort als iemand naast het bed. Ah ja. Dus als je betrokken bent, maar niet de patiënt. Ja. Daar is niet alleen achterbed. Dat zei ik niet. Maar nee. Dat kan ook verwisselen. Is eigenlijk ook een beetje de andere kant van wat er net achterin werd gezegd over wiens probleem is het nou? Maakt de omgeving het zich niet te veel help moeder maar, want het is voor haar niet meer te doen. Dan kan echt ook authentiek meelijden vanuit de omgeving zijn die bijvoorbeeld in die documentaire van maandag... En dat iets inschatten van lijden. Van die ja. Professionals en mensen van verder weg. En die weten allemaal dat waar. Ja. Ja. We lossen het inderdaad. Ik snap het probleem wat u schetst. Ja.
Het is eigenlijk een pleidooi ook voor dat netwerk en de lege handen waarmee dat netwerk kan staan. Ja. En ik denk dat er ook in de toekomst steeds meer vanuit juist mensen rond psychiatrisch leidende mensen heen met die lege handen, onder andere bij de levenseindekliniek zullen komen. Terwijl dat nou juist uitgerekend misschien niet de beste plek is, omdat die wat verder van de patiënt afstaan. Ja. We moeten met het oog op de tijd en colleges die zo dadelijk weer gaan beginnen eindigen. Ik dank u allemaal voor uw aandacht en aanwezigheid. Ik dank natuurlijk vooral Annemarieke van der Wouden voor de hele mooie en heldere verhaal. Ook heel helder wat betreft de wetgeving, denk ik. En we zullen er ongetwijfeld in de toekomst nog veel over horen. Bedankt, Annemarieke. Ja.